dames en heren, hier zijn ze dan, Samson en Jef. Samson, hoor ik het je? Zullen we een liedje zingen? Ah oh ja, graag ken je. Iedereen die het liedje kent mag mee zingen, wie het niet kent. Meneer de burgemeester, ga je dan zo naar de maan met die slappe tent? Samson. Ja? Met die slap. Die hadden we nog niet gehoord. Zie. Goed. Net. Hij wordt groot, hè? Of is die vrouw naar Leiden komen babysitten? Nee, haar moeder. Allee, goed. Ja. Vrienden. Ik doe vandaag niet mee met deze kerstshow. Ja, hallo, dag vrienden. Hier is jullie vriend. Eugène van... Ik heb mijn pilletjes niet genomen. Dag iedereen! Dag meneer Spaghetti! Dag Samson! Dag Albert! Ten eerste is het Alberto! En ten tweede... Oh, zeg maar, jij hebt snoepjes. Mag ik ook een snoepje hebben, alsjeblieft? Zeg maar, die Angela met haar klusjes en die kan de pot op. Weet je wat, hè? Ik stop ermee. Ja! Michel die wedstrijd wint. Hey, ik zou liever hebben dat hij je pak niet achterstevoren aantrekt. Ai. Ja, mooie stamboom. Nee. Wow. Gebruik de schaar maar om Samson een mooi kapsel te geven, Angel. Oh, ja. Oh, en ik weet al welk kapsel ik in petto heb voor Samson. Ja, maar met de juiste kleurspoeling deze ja, keer. Ja, natuurlijk. Zeeschuimer. Schatkist is leeg. Waar zijn de koekjes van?
jullie gaan niet smullen, hè? Ah, nee. Allee, jullie willen toch niks te maken hebben met die hondenwedstrijd? Wel, dan moeten jullie ook niks te maken hebben met die lekkere taart. Ja, tenzij Samson er anders over beslist, natuurlijk. Ah, moet jij daarover beslissen, wie dat? Ja, een braaf hondje, geest. Maar ik denk zo heel stil in mijn hoofd, hè. Ja. Dat iedereen mag mee eten van die taart. Samson, jij bent de verdiende winnaar van deze wedstrijd. Ja. Jij bent niet alleen het mooiste hondje, maar ook nog eens het allerliefste hondje van de hele. Jongens!